Philip. Tip. Philip, die moet stil zijn, dus die gaat niet meer antwoorden. Oh. Maar is Philip nog... Ja, ik denk dat hij het kan typen. Hij volgt me nu toe. Oh, misschien is hij een pleintje, ja. Nee, hij is niet weg. Hij volgt me net toe, hij volgt me net toe. Oh, oké. Ik ga jullie game spectaten. Silent mode, zegt hij. Ja, dat kan ik ook zijn geweest, want ik heb je ook al toegevoegd. Was jou accepteer ik niet meer. Oké. Wie is de Uther? Dat ben jij zeker, Mark. Ja. Want ik weet dat Philip, weet het speelt. Ja, Zulok. Nou, ik weet niet. Of Headlock. Ik weet eigenlijk niet meer wat hij speelt. Hij heeft ik weet wat hij speelt. Oh ja. Maar zeg het niet. Hij speelt Hearthstone. Ja. Dat hey, zo flauw is het niet. Doe je Headlock, Demonlock, wat speel je? Zeg het eens. We gaan niet zeggen wat hij speelt, want... Philip wil denk ik een fair choice. Het maakt niet uit, want hij verliest toch wel. Je moet een beetje ego bouwen of... of wat? Beetje... Dat hoort bij een toernooi. Je moet doen alsof je... Je moet gewoon goed overkomen. Een beetje noobs, online noobs van een fucking faggot die 20 uur running stream die we niet eens meer naar kijken. Oh, ik word gespectateerd. Oh. Wij spectateert allemaal Philip, joh. Nou, Rodney spectateert jou waarschijnlijk. Nee, hij heeft mij nog... Nee, een vriend van mij. Oh, oké. Okay. Is hier een goede play? Dit is een goede play. Kogu, hammer. Ja, nu weet je het wel. Ja. Het is niet zo moeilijk. Ha, Philips wapens zijn nu veilig. Ziet hij de obvious play niet? Oké, hij ziet hem, denk ik. Ja, hij ziet hem. Oké, goed. Gevoel doet Philip het toch best goed. Ja. Yeah. Maar Philip is ook wel de tactische van ons drie, denk ik. Van... Hey. Hij trekt altijd 26 stappen na. Ja. Yeah. Hey, maar is ook duidelijk jongen... de BM's van het stel. Ja. Yeah. De BM, ja. Long term. Emotie spams worden soms zo erg. Mm. 1 stappen nagedacht.
Oh damn. Dat gaat echt nice met die ol. Bedankt voor mijn wapen. Moet ik op Battle.net gaan zoeken naar jullie ofzo? Nee, kijk de stream. Jij kijkt de stream, maar dan zie je alles 10 miljoen minuten later. Oké, ik share wel. Maar jij... Hè? Okay. Maar jij ziet het toch ook 10 minuten later? Nee, want ik kijk in Live Spectator. En hoe ga ik dat doen? Kijk nu maar mee, het staat op de Skype. Maar voor de volgende keer? Dan moet je je Battle.net account aanmaken. Heb ik net gedaan. En dan? Moet je Hearthstone installeren. Oké. Holy shit, kan dit? Nice. Dat was ace. Dat was wauw. Jesus Christ. Dat was geluk. Ja. Dat wel. Maar waarschijnlijk game winner voor hem. Phil heeft niet cocky zijn. Jesus Christ. Ja. Wow. Eigenlijk wel. Ja, hij heeft het beste recht om cocky te zijn. Misschien. Nee, want wat hij zegt is waar. Hij had beter een healing pot en low tap moeten zetten. Misschien kost dit je wel de game, Philip. Gewoon omdat je die play niet hebt gedaan. Ik heb lul. We bespreken het nu terwijl zijn tegenspeler in de call zit, dus... Weet ik. Die kan het ook zien via Skype, dus... Ja, daarom. Ja, het maakt het eigenlijk uit. Hij verraadt het zelf al. Nou, ik verraad het, omdat Jael per se mee wil kijken. Ik heb Hearthstone geïnstalleerd. Dan moet je Philip toevoegen. Of de man. Wat zijn die twee cijfers bovenin? Links bovenin. Van mij? Ja. Recording. Oh. Dus je record alles? Ja. Maar is dit genoeg? Laat het hopen. Ik weet het niet. Ik denk het wel. Rest in peace. Dat was close. Dat is de meest intense hardstone match die ik ooit gekeken heb. Ik kijk geen streams of lives. Ja, maar dat is ook gewoon omdat het gaat om een vriend die tegen een pro zit. Yeah. Ga je dit toppen? Dat is de vraag. Oh. Of... Nee. Okay. Jawel. Dit is nog steeds... Ja. Dat dacht ik. Kom maar, best op drie keer, jongen. Oh! Hey. Shit! Hij heeft Philip gevraagd of hij nog een keer wil. Ja. Ik sta al te wachten. Ik denk hij staat best op free, Philip. Ja, hij vraagt best op free. Ik zou best op free. Oh, nee.
zit Handlock tegen Handlock? Probably. Dit is een deck dat ik aan het testen ben voor morgen. Oké. Interessant. Het is niet goed tegen Handlock. Daarom speel ik het juist nu. Wat heeft Philip dan? Handlock. Oké. Okay. Ik speel juist een deck waar ik automatisch eigenlijk tegen moet verliezen. Dat is alleen maar goede practice. Philip. En nee, het is geen Zulok. Oké. Philip en ik hebben allebei maar één deck. Omdat wij al onze kaarten voor de kaarten voor dat deck. Serieus? Nou, Philip heeft volgens mij nog geen geld in het spel gedaan. Ik heb maar 17 euro in het spel gedaan. Ik heb ook niks gestuurd. Daar heb je niet echt heel veel kaarten. Nee, Philip heeft alles gekregen door heel veel arena runs te doen. Alles te disenchanten tot die legendaries van craften. Wauw. Dus dit hele deck is zeg maar gemaakt van... Ik snap hem. Ja. Yeah. Mijn deck kan hem makkelijk aan. Ja. Nou, het is wel. Philip is wel. Denk ik beter dan jij. Alleen jouw deck is misschien wel beter tegen zijn deck. Zegt hij heel voorzichtig. Wel. Het is denk ik zo. Ik denk dat. Robin's deck beter is, maar Philip beter speler is. Maar dat is gewoon een feit. Ja. Yeah. Yusha Safa. Shit. Hij is wel BM. Als hij nu in het toernooi had gespeeld, had hij al 10 keer eruit gekikt te zijn. Hoezo? Ja, ik weet niet wat BM is, dus... Yeah. Sorry, mate. Philip is een beetje een eikel door de hele tijd your soul shall suffer, your soul shall suffer. Ja, dat is BM. Oh, dat doe ik ook de hele tijd. Als we tegen elkaar spelen, zitten we constant zoveel mogelijk emoties te spammen. Dus. Mm-hmm. En dat vind ik ook irritant. Ja, maar... Angie, het is irritant! Maak het uit, mate. Friendly tussen mensen die niet geven. Dus, you know. In het toernooi snap ik het, maar come on. Dit doet hij ook de hele tijd in matches tegen mensen. Maar dat is hij nog. Yeah, dat is wel irritant. Oh shit. Ik zou morgen op tijd opstaan. Fuck. Oh. Ah joh, normaal slaap ik pas om 3 uur pas. Ja, ik normaal ook, alleen ik had morgen af. Dan sta ik op. Tijd te gaan. Hey, maar Mark, hoe laat is je toernooi? Morgen 10:30 de auto in. Okay. 10:30 s'avonds of 10:30... 's ochtends. Hm. Oh, dan kan ik nog kijken ook. Ik weet niet, ja, het zal wel live zijn denk ik. Is het op Twitch? Denk je? Zal waarschijnlijk wel. Het is bij IGN. Oh, oké. Ik kijk het ook wel. Ik root voor je, yo. Mooi zo. Meer fans! Go Mark, we love you! Och, dan oh my god. Find my baby! Dat was niet de kaart die ik wil. Wat ik vind is de vraag. Philip's naam, elke keer als ik er naar kijk. Snikkerlul! Waarom? Als Philip ooit goed genoeg is voor een toernooi, mag hij niet meer doen door zijn naam. Ja, weet je nog dat hij een keer een account maakte op de Aziatische service en toen een gouden Legendary een pakte in zijn eerste pakje? En nee. Toen dat account geband werd. Want ik weet het niet. Waarom werd je account dan geband? Ja, het is een random banning spree. Zeg maar van... Blizzard weet niet hoe je om moet gaan met bots. Handig. Ja, yeah, nou hij speelde toch niet op Asia. Dus, maar het was wel hard dat je eerste unbox op Asia servers gelijk met Golden Legendary is. Een pack. Nice. Ja. Yeah. Ik zit trouwens echt niet op te letten wat er eigenlijk gebeurt. Ik kijk half. Ja, ik nu ook. Hmm.
Ik ben het nou voor het eerst aan het spelen. Moet je eerst nog de tutorial door. Jaël is hier ook de hele tijd. Jaël is heel erg casual. Die speelt nauwelijks. Wacht, ik durf maar. Zij ja? Ik zei, wij zitten hier naar een redelijk goede speler te kijken. Ik denk, ik ken hem niet, maar hij is goed in ieder geval. En jij zit, ik ga voor het eerst spelen. Ja, zo ben ik toch? Ja. Yeah. Oh, dat luck. Dat RNG luck. Nou, Ogre, wat? Ja, dat is het in juist. Wij hebben niet genoeg kaarten, dus dat zijn onze aanvullingen. Ja. Yeah. Wij hebben niks beters. Wauw. Helaas. Nou ja, Philip sowieso. Philip weigert geld te investeren. Hij gaat nog liever dood. Ik wil het wel doen, maar de prijzen zijn echt zo gigantisch omhoog gegaan. Aan het begin was het echt goedkoop om veel pakjes te kopen, maar nu is het echt verschrikkelijk duur. Yeah. Hallo? Maar Mark, heb jij veel geld zitten in Hearthstone? Waarschijnlijk. Dude. Zo'n 200 euro. Dex te maken, right? Anders kom je helemaal nergens. Ik vind 200 nog niet per se overdreven veel. Het is maar een klein percentage wat ik gewonnen heb. Zie je. Ik hergebruik het. het is een fair deal. Als je de investering terugwint, dan is het gewoon compleet reasonable. Precies. Deze lijkt het wel op dat jij gaat winnen. Zo. Hey. Ik ben al aan het winnen, joh. Ja, maar je speelt tegen bots. Nou, nee, de bots moet je verslaan. Die zijn volgens mij alleen de laatste verslaat je. Dus nee, ik heb gewonnen van Illidan. Ja, ik heb ook gewonnen van Illidan, maar ik bedoel... Ja, yeah. Gewonnen. Nu voel ik me echt pro. Dat is nog best wel mooi. Je doet hij altijd. Hoe vaak speel je tegen hem? Altijd als ik tegen hem speel, dan heeft hij niet de kans om zulke plays te maken. Ja, maar jouw deck is veel meer op removal. Mijn deck is gewoon shit. I know. Dat heeft iedereen hier gemerkt inmiddels. Hoe kan ik nou spectaten? Ben je inmiddels door alle tutorials heen? Want je moet echt 5 mensen verslaan en dan Illidan en dan mag je spectaten. Oh, oké. Want ik weet niet eens of je op tijd door de tutorials heen komt om te spectaten. Daarom, ik share mijn scherm nog steeds volgens mij dus. Nou, ligt eraan. Als Mark wint, het is een best wel free, dus dan moet ze nog een potje. Ja, yeah, maar die ga ik, dan ga ik alvast, want hoe intens het ook is. Nou, hoop ik dat Mark nog een potje tegen mij wil doen. Ik weet niet, als hij morgen... Oh shit. Het is best mooi gemaakt. Spel, ja. Oeps. Dit is een hele makkelijke. Philip? Don't fail me now. Wat? Guess I'm having a good time. Having a good time. Gaat Philip het doen? Or not? Hij moet wel. Ik weet niet of hij überhaupt het ziet. Oh, hij kan het ook zo doen. Dat werkt misschien beter zelfs. Oh ja, dat werkt zelfs beter. Not bad. De deck gaat het nog best wel redelijk doen tegen Handlock. Niet verwacht. Dat van Philip of dat van jou? Dat van mij. Dat van mij is... counter-agressief.
agressief. Oké. Dus dit deck is sowieso niet agressief van hem. Daar. Yeah. Nog een Siphon. En een Hellfire, oké. Okay. Rest in peace, Philip. Nee, dit betekent niks. Wauw. Ja. Ja, je weet zijn hand, Benji. Ja, ja, oké. Okay. Maar... Still low. Oh. Face Jaraxxus. Even kijken. En dat is Lethal. Philip was so close, though. Hij zit van goed rekenen. Well, it is best out of three, right? Mm-hmm. En nu mag ik niet veranderen. Maar hij moet wel van deck veranderen. Okay. Als hij een deck heeft. Dat moeten we even tegen hem zeggen. Hij hoort het hoor. Oh, hij gaat. Oh nee. Hij hoort het. Moet je gaan? Want nee, dan kan het anders voor je spelen misschien. Hij hoort het. Hij gaat hem doen. Heb je een ander deck, Philip? Philip heeft wel een ander deck. Maar... Nee, hij heeft geen ander deck. Jawel, hij heeft... Ja, maar hij heeft geen ander deck met kaarten die goed zijn. Libelum is preparing. Staat er vol aan. Ik heb gewoon Philip staan. Ja, oh ja, wij hebben Nigolo. Ik weet niet waarom eigenlijk. Ook leuk. Nigolo preparing to battle a friend. Nice. Hij heeft een deck waarmee hij gegarandeerd gaat verliezen, maar wat hij wel leuk vindt om te spelen. Oké. Okay. Ik heb dat deck ook gespeeld, de deck is niet zo goed. Alle random decks kunnen winnen. Ja. Yeah. In ieder geval een gewone ladder, maar... Het blijft een kaart wel, dus er is een klein percentage van geluk. Ja, zeker. Zeker in Hearthstone. Laatst Magic gespeeld, zeg maar dit, maar dan in real life. En ik had geen idee waar ik mee bezig was, maar... Magic the Gathering. Blijkbaar had ik gewonnen. Tegen wie speelde je? Tegen twee jongens die best wel pro waren. Maar ik had een deck had ik van die ene jongen geleend. Dat was een van de beginnerspack of zo. Maar er zaten best wel goede dingen in. En die kon ik gelijk gebruiken, dus... Ik heb ook een beginnerpack. Ik speel het nooit. Ik heb een goed pack. Met Magic? Ja. Ja. Maar Magic hebben veel mensen. Mijn deck is in elkaar gezet door een official Magic Judge. Waar je hem voor betaalt. Ah nee, dat was je Yu-Gi-Oh deck. En nu? Nu voel je je cool? Ja, nu voel ik me heel cool. Niet dat hij het kan spelen of zo. Jawel, ik win er echt heel vaak mee. Als ik ja, dat is net zoals dat Yu-Gi-Oh deck dat jullie maken op een coin voor veel geld. Ja, maar ieder deck dat... Yu-Gi-Oh is goed. Yu-Gi-Oh is leuk.
Yu-Gi-Oh! Is fantastisch, maar iedere keer als ik een deck speel, gaat mijn vrienden zijn van, ah ja, het is in elkaar gezet, of ah ja, je hebt van... Maar dat was het, je betaalde iemand. Ja, maar oh, Jari zegt hetzelfde als ik een ander deck gebruik. Gewoon omdat hij zegt van, jij hebt gewoon drie structure decks gekocht. Ja, hoe kom ik anders aan de kaarten? Yeah. Jari heeft inderdaad gewoon drie structure decks. Ik vind het wel een gezellig muziekje. Ja, luister, hij luistert naar de in-muziek, Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Speelt zo YOLO. Hi, ja. Maar dit deck was ook niet echt een deck. Zoals we al zeiden, één deck. Alles anders is. Ik heb deze hipster magen, zegt hij. Mage. Ja. Philip, hoeveel mana heb je volgende beurt? Oh, geen. Oké. Okay. Onverwachts. Darkball. Hoe vind je van dit? Shit. Gratis steps, boys. Gratis steps. Hoeveel decks heb jij, Mark? Ik? Ja. Ja, ik moet steeds changen, was 9 is max. Klopt. Maar je hebt de kaarten nog, dus je nog. Hoeveel heb jij er dan uitgegeven dan? €200, zei hij. 200, ja. Ongeveer. Maar hij wint het dus terug, dus het is eigenlijk geen investering. Dus het is, zeg maar... van zijn loon. Wat is dat voor secret? Is dat ijsblok of is dat... Ik ga het niet zeggen, ik weet het zelf niet. Het is een slechte die niemand gebruikt. Ja. Het is inderdaad niet... ja. Cool. Scary stuff. Philip, je moet geen wel plate zeggen, want dat geeft het weg en dan gaan ze extra nadenken. Maar niet als je het blijft doen, dan wordt het een paradox. Ja, maar je kan beter het zekere voor het onzekere nemen. Dit is zo'n oude mage-stijl. Nu gaat hij naar mij sturen, rope. Zie je? Ice barrier. Dit is sowieso YOLO Mage. Ja. Ah. Oké, okay, hier gaat hij. De 1 in 5 kans. Rest in peace! Hij had sowieso gewonnen. Dit is zo'n oud deck van jou. Holy shit. Oh shit. Wat, dit was ooit meta geweest dan? Dit was een 3/4 jaar geleden meta. Wauw. Oh, ik heb een pakje. Zal ik even een Legendary openen?